Kan je zien wat voor speldje ik hier draag? Waar lijkt dat op? Heel goed. Dat is het wapentje van de stad Utrecht. En nou iets anders. Kan je zien wat voor beeld daarachter is? Een man op een paard. Sint Maarten. Heel goed. Sint Maarten was een Romeins soldaat, ergens in de 4e eeuw. En die was gewend om geld aan arme mensen te geven. Een keer was hij op reis en had al heel veel weggegeven. Hij kwam terug bij Amiens en stond voor de poort. En hij had niks meer. Maar hij zag wel een hele arme bedelaar. En toen heeft hij hem de helft van zijn jas gegeven. En hij had als Romeins soldaat had hij een rode mantel aan en daaronder iets wits. Hij pakte zijn zwaard en sneed in 2 stukken. Dat halve jas heeft hij aan de bedelaar gegeven. En 's avonds in zijn droom zag hij Jezus met zijn halve jas. Hij had iets heel goeds gedaan. En zo heeft Sint Maarten nog veel andere dingen gedaan waarvan mensen achteraf zeiden, wauw, dat is echt heel goed. En daarom zijn er later gebouwen naar Sint Maarten genoemd. Bijvoorbeeld de Domkerk. Eigenlijk heet die niet Domkerk, maar hij heet Sint Maartenskerk. Boven op de toren staat ook niet een kruis, niet een haantje, maar Sint Maarten op zijn paard. En mensen in de stad Utrecht waren zo trots op de Domkerk dat ze zeiden van, wij willen Sint Maarten ook hebben. En daarom als je de vlag van de stad Utrecht ziet, dan zie je ook de kleuren van Sint Maarten en Sint Maarten zelf staat er ook op. En weet je wat ik heel grappig vind? Dat ook onze eigen FC Utrecht een shirt heeft. Een shirt heeft dat half rood en half wit is. Dat zijn de kleuren van Sint Maarten. Dus elke keer als Utrecht gelijk speelt, denk je van, goed zo. Ze hebben de punten eerlijk verdeeld. Nou ja, dat zou deze speler hebben gezegd. Sint Maarten met rug nummer 11. Rug nummer 11? 11 november. 11-11. Dat is de dag van Sint Maarten. Heel veel Utrechtse kinderen gaan dan langs de deuren om liedjes te zingen en om snoep op te halen. En aan het eind van de dag, dan is het pas echt Sint Maarten. Want dan moet je de snoepjes verdelen. En doe je dat eerlijk?